Hoi, welkom bij detekenleraar.nl. Mijn naam is Jur Houtman, de tekenleraar. Ik heb een serie video's gemaakt over portrettekenen. Heel veel mensen denken wel eens portrettekenen. Oh, veel te moeilijk. Kan ik nooit, vind ik niet leuk, vind ik te moeilijk. Dat kan. Maar ik zeg er altijd bij, alles is te leren. Als je maar de juiste stappen weet te hanteren. Eigenlijk is portrettekenen net zo makkelijk als welk ander onderwerp wat je zou willen tekenen. Het hangt er alleen vanaf wat zijn de ingrediënten. En als je de ingrediënten stap voor stap weet te volgen, dan kom je uiteindelijk van een mooi wit vel tot een fantastisch mooi portret. Ik heb de serie portrettekenen in 5 video's opgedeeld. 5 afzonderlijke lessen die allemaal apart zijn te volgen, maar ook als serie zijn te bestellen. De onderwerpen die aan bod komen is eigenlijk heel simpel. Les 1, poppetjes tekenen. We zijn natuurlijk zo gewend vanaf jongs af aan om poppetjes te tekenen. Een poppetje was een rondje en een gezichtje erin. En zo hadden we ons eerste portret. Later ontdekten we dat het ietsje moeilijker was. En zo per stap ga ik vertellen hoe je dus eigenlijk heel simpel een portret weet te maken. In de tweede les van de serie gaan we werken naar aanleiding van een zwart-wit foto. We gaan eigenlijk kopiëren van wat we zien op een foto en dat overbrengen op papier. Daar zijn verschillende manieren voor en ik laat jullie in ieder geval een aantal simpele manieren zien hoe je eigenlijk van een hele mooie foto een fantastisch portret kan maken. Wat de ingrediënten zijn, vertel ik per les. De derde les in de serie portret tekenen gaat over het zelfportret. Voor sommige mensen vrij confronterend, maar het is een andere manier van kijken. En tekenen is niets anders dan leren kijken. En mensen die zeggen, goh, maar ik zie toch al alles. Maar het verschil tussen zien en begrijpen wat je ziet is vaak nog een heel verschil. En dan ook nog, hoe krijg je het op papier? In de vierde les van de serie portret tekenen komt het model aan bod. Het kan iemand zijn uit uw naaste omgeving en dan bedoel ik dus ook niet gewoon een foto, maar een persoon waarnaar u gaat zitten kijken en met een papier op schoot of op tafel probeert de persoon na te tekenen. In de laatste les ga ik het hebben over karikaturen tekenen. Alle ingrediënten zijn dan al aan bod geweest in les 1 tot en met 4. Maar heel veel van die ingrediënten en trucs en tips, dan moeten we eigenlijk bij les 5 ook weer overboord gooien. Alleen de juiste tips moeten we daarvoor gebruiken en om fantastische mooie karikaturen te maken. Ik hoop dat ik u kan inspireren of dat ik in ieder geval u weet te prikkelen over de lessen die volgen in de serie portret tekenen. Later zullen nog andere video's volgen in de serie perspectief tekenen, landschap tekenen, stilleven tekenen, model tekenen en wat er nog eventueel allemaal meer mogelijk is in de toekomst. Voor nu wil ik zeggen bedankt voor het kijken en u kunt zich inschrijven op detekenleraar.nl. Mocht u interesse hebben in een van de video's, mocht u interesse hebben in een van de speciale lessen over dus verschillende onderwerpen, u kunt ze bestellen op detekenleraar.nl. En mocht u het nog niet weten, er is ook een Facebookpagina, detekenleraar.nl. Mocht u al tekenen of denken van, goh, ik wil wat meer weten over het een of ander, u kunt altijd vragen stellen via de Facebookpagina of via de website. En ik probeer uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot ziens.